ik ook. Jongens en meiden, een hele goede morgen. Welkom weer hier bij een nieuwe Thailand vlog. Ik sta op een hele andere locatie als waar ik mijn andere vlogs ben begonnen. Natuurlijk omdat we ook steeds verhuizen van plek naar plek. We hebben net het hotel verlaten. We moeten wel nog natuurlijk weer terug vanavond. Maar waar wij vandaag zijn is op een olifantenkamp. Een olifantenkamp inderdaad. Dus er zijn hier olifanten. Nu kan je zeggen natuurlijk van Gio, ja, ze worden daar toch helemaal niet goed behandeld. En ze worden helemaal mishandeld inderdaad. Nee, dit is niet zo'n kamp waar ze ritjes maken met de olifanten. Ze wassen hier alleen de olifanten en ze geven ze eten. Verder doen we niks ermee. Dus ze worden niet mishandeld hier. En dit is een opvangkamp voor de olifanten. Dus voordat mensen nu allemaal gaan reageren van Gio, het is dierenmishandeling. Nee, dat is het hier niet. Dit is juist een kamp waar geen mishandeling gebeurt. Er zit trouwens de hele tijd een fucking vlieg op mijn camera. Love it. In ieder geval, we zijn er dus al. De olifanten worden straks naar ons toegebracht en het lijkt me zo leuk. Hallo. Hallo. Heb je er zin in? Ja, jij ook? Ja, ik ook. Kijk, leuk. Dit is trouwens de Thailandse cola. Iets van Tan. Of Ean. Geen idee hoe je het uitspreekt. Er staat hier trouwens ook Elephant Rescue Center, oftewel een olifantenreddingsopvang. Als ze hier mishandeld zouden worden, had ik het ook echt niet leuk gevonden en had ik er nooit naartoe gegaan. De hondjes hier zijn zo leuk, alleen ik vind het zo jammer dat je ze niet echt mag aanraken. Kijk dan, hondie. Lekker likken, hè? Lekker likken. Kijk eens wat hier achter je staat. Kijk eens. Kijk eens. Een olifantje. Oh, zo leuk dit. Wat schattig. Wat schattig. Oh, kijk dan. De trainers zitten er alleen wel op natuurlijk, maar die verzorgen ze gewoon goed. Zo, die gooit even een bamboe naar binnen. Wat is dat? Riet? Wow, dit, oh, die huid voelt zo raar. Oh, en die haartjes. Oh. We moeten blauwe kleding aan, zodat we dezelfde kleding aan hebben als de verzorgers. Zo, wat zie je er lekker uit, jongen. Zo. Lekker eten geven. Je moet harder klappen, toch? Ja, hard klappen. Ja, ja. Ze willen gelijk meer. Ja, ja. Jij geeft gelijk zijn mond. Oh, gelijk zijn mond in. Ja, wat voel je dan? Zo. Oké, wow. Hij komt even met zijn slurf naar me toe. Ik ga het ook in zijn mond doen. Oh, die tong. Die tong, kijk. Die slurf. Oh, ondertussen wordt mijn hand opgegeten door een olifant hier. Ja. Nou, dit is vandaag onze olifant. Hij heet Zonzi. Wow, wij hebben zijn oor tegen me aan. En we gaan hem straks dus wassen in het water. Ik dan wat een leukje. Wow. Op dat geluid zat ik te wachten. Ja. Nou, daar gaan ze hoor. Ze gaan het water in. Daar gaan ze. Dit is gewoon een heerlijk bad voor hem natuurlijk. Zo hebben wij zo'n klein bad, ze hebben ze hier zo'n bad. Nou, we gaan het water in hoor. Kijk, ze staan er al. Oh, wat leuk. Ja, hier wel. Oh, sorry. Hey joh. Ja, hij wordt dus nu lekker in bad gelegd met de shampoo. Kijk, hij is helemaal wit van de shampoo. Dit is een soort van lianenspul. Daar. Oh! Dat maakt hem lekker schoon. Het is wel echt super bijzonder om te doen. Ja, en ze vinden het echt heel lekker. Ja, met een olifantje in bad. Dit spul is trouwens voor de muggen. Het is een vrouwtje trouwens, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Ja, lekker wijfje. Kijk, een wijfje, ja. Oh, ze slurpje. Oh, wow. Oh ja, hij is gaan staan hoor. Hij is gaan staan. Oh jee. Hey, lekker poepie. Lekker dingetje. Kijk hoe leuk. Die oogjes. Nou, dit was echt een super ervaring om mee te maken. Even doei tegen de olifantjes. Doei. Hier, nog meer olifanten. Doei, lieve lievertjes. Daar in de verte staat trouwens nog een baby olifantje. Echt een schatje daar. Dat is een mannetje. Dit was het panda opvangkamp voor olifanten. En wij van Thailand Direct maken alleen maar gebruik van ecologische kampen. Dat betekent dat ze de olifanten beschermen, uit de jungle halen, van slechte kampen vandaan halen. En er worden dus geen ritjes op gemaakt. Dus er worden geen stokken gebruikt met metaal. Maar die dieren worden goed verzorgd, gaan in bad. En dat is eigenlijk het idee achter dit kamp. Dus wij van Thailand Direct eigenlijk altijd gewoon de ecologische kampen. En dus goed voor de toerist, maar ook zeker goed voor de olifant. Ja, en we zijn dus weer terug in het hotel. We hebben nu even vrije tijd, maar we hebben straks dus alweer een tweede activiteit en dat wordt super leuk. Ik ga waarschijnlijk nog gewoon eventjes een dutje doen, want ik ben best wel moe. Deze kan best wel aftrouwen. Gio, waarom heb je een zonnebril binnen aan? Ik weet het niet, ik ben gewoon... Laten we maar gewoon lekker verder gaan vandaag.
Als tweede activiteit gaan wij dus vandaag, je ziet het al, ik heb een helm op, gaan wij met de Segway. Mel is nu aan het oefenen, dit is de eerste keer dat ze hier opstaat. Ga je vallen straks, denk je? Ik hoop het niet, ik vind het wel spannend. Kijk eens, het is gelukt. Oh, het is wel eng door de straat van Chiang Mai zo. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. Lekker hobbelweggetje hier. Ja. Okay, wat we dus gaan krijgen, we krijgen dus een tour door Chiang Mai met deze dingen. En we mogen nu dus gaan freestylen. Lekker, Melly. Oh, zo. Ik stootte voor mijn kop tegen dat draad daar, omdat ik veel te lang ben voor in Thailand hier. Mensen die zich afvragen, dit is de zonnebril van mijn moeder, dit is niet mijn eigen zonnebril, als je hem vrouwelijk vond. Nou, dat was onze Segway tour weer. Ik kan over alles eigenlijk wel zeggen dat het gaaf is, maar dit is het ook gewoon. Dus dit was ook echt weer super gaaf. Het was echt heel erg leuk om met zo'n ding door de stad te gaan. Bijvoorbeeld, we hebben nu natuurlijk door Bangkok gefietst, maar dit is echt weer heel erg anders dan al die straatjes. Waar we nu in zitten, dit is dus een typische Thaise taxi. Kijk, dus gewoon aan de achterkant is die open. Je kan gewoon je benen zo uithangen. En daar heb je ook de raampjes. Dat is hem. Daar zitten wij nu in. Nou, ik ben weer terug op de kamer. Ik ben niet alleen, want mijn moeder en Melanie zijn dus nog eventjes naar de markt gegaan. Daar verderop, waar we dus gisteren waren met die vrouw die we dus, ja, die op ons afkwam. En al die andere vrouwen. Klinkt heel raar dit, maar in ieder geval, dit was een wat kortere vlog waarschijnlijk, denk ik. Want ik voelde me vandaag ook niet heel erg top. Ik was een beetje ziekjes. Ik weet ook niet waardoor dat komt. Maar in ieder geval, jongens en meiden, alsnog wil ik natuurlijk wel dagelijks vloggen voor jullie. En zoveel mogelijk laten zien, want ik vind het echt super leuk. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Doe nog eerst een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. En dan zeg ik tot de volgende vlog. En later. Oh, en wat we morgen gaan doen is ook weer zo gaaf. Ik zweer het. In de totaal kan je gewoon de kamer van zomaar iemand binnenlopen. Zie je dit beetje donkere enge creep?